Hallo allemaal, dit keer een vlog over de plas draspomp. Nou zul je denken, was dat nu een plas draspomp? Wel, dat is die pomp die je op de achtergrond ziet. En die pomp, die pompt water over het land. En in deze tijd van het jaar hopen wij boeren dat het land juist opdroogt, zodat we het weer kunnen bewerken. Maar hier laat ik een stuk land onder water lopen. En waarom doe ik dat? Wel, dat doe ik om de weidevogels kans te geven om hier in het gebied nesten te maken, eieren te leggen en die uit te broeden. En dat doen ze het beste in een gebied waar een grote plas is en een drassig gebied. Deze plas draspomp moet pompen van 15 februari tot en met 15 juni. 4 maanden lang komt hier water over het land. Je ziet al een behoorlijke plas achter me. Maar ook tussen het gras waar je zo het water niet ziet, is alles nat. Drassig. Dus het is letterlijk plasdras. De laatste paar weken kwam er niet zoveel water op het land. En dat kwam omdat het nogal bewolkt weer was. De plasdraspomp die werkt op zonne-energie. Boven de pomp zitten een paar zonnepanelen. En die laden de accu op. En zo heeft de pomp stroom om water uit de sloot te pompen. Hier wordt het water uit de sloot gepompt. Via de slang. Een buis. Loopt het over het land. Deze pomp die staat hier nu een poosje. We gaan even terug naar de dag waarop de pomp geplaatst is. Kijk maar mee. Nu heb ik een afstandsbediening om de pomp aan en uit te zetten. Want deze kast die staat onder stroom. En als je dan aankomt, dan krijg je een flinke schok. Ook zit er een slot op, zodat de accu er niet uitgestolen kan worden. Nou, gaan we op aanzetten. Nu hoor ik hem tikken, dus die doet het. De accu in de kast is door de zonnepanelen volgeladen en dan begint hij. Hij doet het. Maar wat gebeurt er? Waar gaat het water heen? Weer naar de sloot. Maar daar hebben we wat op bedacht. Een lange buis hebben we meegenomen. Die moet daaraan.
Het water pompt mooi door. Iedere keer als ik bij het kastje ben, heb ik de neiging om er aan te komen. Maar dat moet ik niet doen, want alles staat onder stroom. Zie je de pomp, de boerderij en hier bij de ingang van het land een bordje broedgebied weidevogels, geen toegang. Het bordje is van de vrijwillige vogelbescherming. Dit bordje geeft aan dat ongewenste bezoekers niet welkom zijn, zodat weidevogels de rust krijgen om nesten te maken en hun kuikens uit te broeden.